internet is Lotte Duplaats. Onze grote vriend Karel Alvenaar. Een goede mens, hè Karel? Spreekt met Don Duins over zijn nieuwe boek. Echt een grote mens. Hartelijk. Dames en heren, ik was er een heel eind met mijn leven gevorderd. Toen zich uit de machtige schaduw van Sherry Duins, een door mij hopelijk bewonderde man, die dat gezien had in een prachtige poëtische vertolking van Herenbee met Armando en Johnny van Doorn, dezelfde kikker. Ik had hem op de televisie gezien, ik had prachtige werken van gezien over met bijvoorbeeld mijn held Jeroen Brouwers. Maar uit zijn machtige schaduw maakte zich een andere schaduw los op een gegeven moment. Die steeds meer zich in de beweging bewoog van waar ik werkzaam was, van het toneel. En dat was ook iemand met een enorme gestalte, maar een zachtere uitstraling dan zijn magistrale vader. Maar niet minder sterk. Wat deed hij allemaal? Ja, hij ging studeren op de universiteit, heeft hij theaterwetenschappen gestudeerd. Toen is hij voor het Parool gaan schrijven. De volgorde weet ik niet precies, is ook niet zo belangrijk. Het was tegelijk. Ja, je ziet het, wat een snelle begaafdheid. En toen daarna kwam hij nog weer dichter, want hij ging schrijven voor het toneel. Ik heb zijn eerste stukken gezien bij een groep met een geweldige naam, die hij misschien wel verzonnen heeft. Growing Up in Public. Heb jij dat verzonnen, Tom? Nee, jammer. Dan het is een album van Lou Reed. Ja, maar. En zo dom ben ik op popgebied. Ja, dat is ook een mooie demonstratie daarvan. En, maar ik kwam steeds met ook een heel stuk dat ik nog in de balie heb mogen omlijsten. Op 1 mei hebben we dat gespeeld. Samen met een proletarische maaltijd, waar ik ook samen met Eddie Lurenhoff gedichten van Herman Gorter over de arbeidersraad. En s'avonds ging de, we hadden ook een toespraak van Herman Bode met een oude trui met yoghurtvlekken erop. Socialistische toespraak hield. Maar beneden was toen het pièce de résistance en dat was Den Uil of de Vaandeldragers. Geschreven door Don Duins. Dus ik ken deze man eigenlijk alleen maar als schrijver. En daarna, ja, die triomftocht die hij gemaakt heeft door het Nederlandse theaterlandschap is niet te beschrijven. En die gaat van hoogtepunt naar hoogtepunt. Bij het Roodtheater, de fameuze familievoorstellingen. Die zo goed zijn dat ze bijna allemaal, ze kunnen verzelfstandigen na afloop van de run. Ik heb het over alles in liefde, is liefde. Lang en gelukkig. Lang en gelukkig. Ja, die fout wordt altijd gemaakt, hè? Ja. Ik kwam daar niet over. Maar ook Snorro. Het laatste wat ik heb gemaakt is de Gelaars de Poes. Ook een geweldige voorstelling. Die tot groot genoegen van ouders en kinderen door het land toert. Dus ik ken hem dus vooral als toneelschrijver. En ik vond het eigenlijk al genoeg. Ik vond hem al helemaal voltooid. Maar nu wordt ik ineens gevraagd om een novellenbundel van hem. Novellen, hele korte verhalen. Met hem te bespreken. En ik ben dat gaan lezen. En op 4 na heb ik ze allemaal gelezen. Ik zat in een tijdprobleem. Ik heb ervan genoten en ik ga me nu even op ditzelfde niveau begeven als wat jij je al bevond. Namelijk een paar dingen hierover vragen. Heb jij al literatuur geschreven voor je toneel ging schrijven? Of is het bij jou met toneel begonnen? Het is eigenlijk met toneel begonnen op de middelbare school. Zoals het dan gaat met een enthousiaste leraar Nederlands. Mm. En ik heb toen mijn eerste stuk geschreven, De Rode Ridder en de Groene Mummie. Ah. Ik had toen 100 stripboekjes gelezen uit studio's Willy van der Steen. En het viel me op dat ze allemaal dezelfde plot hadden. En toen heb ik dat stuk geschreven en heb ik ook de hoofdrol in vertolkt als Rode Ridder. En iemand zei toen nog, A Star is Born. Dat was niet helemaal waar, maar ik heb dan wel... Ik was namelijk heel verlegen toen ik 15 was. Dat is nu amper nog te merken, behalve dat ik soms rood word. Maar in het theater, ik was zo'n ateneumjongen met een theaterabonnement. Dus ik ging daar dan heen met een paar vrienden. Het clubje werd steeds kleiner. En dan zagen we
groep uit Australië. Kiss heette dat nog, weet ik nog. En er was een soort spel en dan ging er opeens een vrouw douchen en zo. Ik wist niet wat me overkwam. Peter-Jan Rens was toen nog heel hip. Voorstellingen waarin die sprong. Dus in het theater vond ik iets waar ik eigenlijk mezelf thuis voelde. Ja. En wat is je eerste stuk dat je voor het professionele toneel hebt geschreven? Het eerste stuk was Wormrot voor Hollandia, van Johan Simons, die nu alle gezelschappen in Nederland, België en Duitsland gaat leiden. Maar meteen daarna had ik de ziekte die Muzak heet, met Hans Dagelet. Op de een of andere manier geloofde hij in mij. Ik had bij een filmpje, het klinkt een beetje haast, ik was assistent zandzakken vullen bij een filmpje geweest, waar Hans de hoofdrol in speelde. En hij heeft mij ontzettend geholpen, dankzij hem kon ik... bij het Theater Bellevue in het onvolprezen lunchpauze voorstelling kon ik zo'n stuk maken. Ja. En Gerard-Jan Reijnders gaf toen, wat je zei van het ene hoogtepunt naar het andere hoogtepunt. De regisseur Gerard-Jan Reijnders gaf mij toen een 4 in het toneeltheatraal vanwege de leuke kostuums. ik was goed bezig. Maar ik wilde gewoon dingen maken in het begin waar ik zelf om moest lachen. En ik had geen enkele andere ambitie, dat is wel veranderd. En schreef je al voor het toneel voordat je ging studeren? Dus een beetje op school. En ik gelijk door. Ja, de studie theaterwetenschap. Ik had misschien beter criminologie kunnen doen, maar het ging. De studie theaterwetenschap hield. Ik moet voorzichtig zijn, want ze vinden al dat ik veel te negatief ben, maar was voor mij niet prikkelend genoeg. Ook omdat de andere studenten. Ik vond daar heel weinig mensen die heel erg in theater geïnteresseerd waren. Maar jij hebt gestudeerd ook. En mijn vrouw heeft het ook gestudeerd. En dus ik had eigenlijk tijd over. En ik had het eerst dus bij het Parool gesolliciteerd. Daar zat toen nog de kunstredacteur, was Matthijs van Nieuwkerk, in een spijkerjasje met heel lang haar. Die zei, schrijf maar eens een stukje. Dus dat heb ik gedaan. En ik ben, ik had eigenlijk tijd om daar al toneel te schrijven. En ik dacht, laat ik er gewoon mee beginnen. En ook op de eerste studiedag zeiden ze, dat was traditioneel. Bereid je er vast op voor dat je hier nooit werk mee zult krijgen. Ja. Je dacht, dat zullen we wel eens zien. Dat ga ik nu. Ja. Maar in benen werken alle dramaturgen en theaterwetenschappers op het belastingkantoor. Dat is algemeen bekend. Ja. Die doen naar de dramaturgie van het geld. Ja. Maar ik heb er toch wel wat aan gehad, want het is flauw dat ik altijd zeg dat het niks was. Ik heb veel van wat ik nu doe, ook zo'n gelaarsde poes, wat eigenlijk de gelaarsde kat is gecombineerd met James Bond en nog wat verhalen. Daar heb ik toch die kennis die ik daar toen heb opgedaan, heb ik uiteindelijk kunnen, maar toen verveelde ik me. Toen verveelde je op de opleiding? Ja, want je moest één of twee keer per week komen en ik was toch wel een streber, dus een tijdje heb ik me vermaakt. Ik dacht, ik ga het heel goed bestuderen, zodat ik bovenaan de cijferlijst sta. Ja. Eigenlijk een heel onuitstaanbare eigenschap. Ja. En op een gegeven moment lukte dat niet meer, dus toen was die uitdaging ook. Maar ik ben eigenlijk met een vreselijk woord een doener. Ook als ik schrijf, ik moet dingen doen. Ook als ik lesgeef en dan als ik een groep lesgeef, geef ik ze meteen een opdracht, anders wordt het ongemakkelijk. Dus ik ben niet op een passieve overdracht en de vragen stellen en zo, meteen aan het werk. Liefst wel, want dan leer je de mensen ook het beste kennen. Ik heb laatst een fout gemaakt, toen moest ik over de gelaarsde poes vertellen in Schiedam aan een groep middelbare scholieren. Die zaten zich een half uur te vervelen en toen deed ik uiteindelijk mijn opdracht met zinnen opschrijven en kaartjes en toen vond iedereen het leuk, maar dat was maar 10 minuten. Maar dat kan ik allemaal leren. En het is een voor de hand liggende vraag, we kunnen nog wel over toneel doorgaan. Daar heb ik ook altijd mee te maken in. Altijd een situatie, mensen tegenover elkaar zetten, een ruimte, ze moeten een doel hebben, ze moeten ergens naartoe gaan, of er moet iets mislukken, maar dat is toch een bepaalde ruimtelijke manier van schrijven, van ontzettend te voorstellen hoe dat gemaakt gaat worden. Je ziet altijd zo dat literaire auteurs lukt het bijna niet om een toneelstuk te schrijven. Nee, het wordt altijd heel slecht. Jarenlang opdracht gegeven aan allerlei schrijvers. Ik ben zelf dramaturg en de beste schrijvers die je kunt verzinnen. En het was altijd even beroerd of even literair. Of het was allemaal in woorden gezegd en nooit. Maar jij hebt misschien, denk ik, de efficiëntie van het schrijven voor toneel overgebracht naar de literatuur, tenminste.
Is er sprake van bij jou? Zie jij ook de situaties voor je? Eerder dan dat je een literair idee hebt, een paar textueel idee, bedoel ik? Nou, ik schrijf wel heel erg vanuit taal en muzikaliteit, vanuit dialoog vooral. En, je had het net over de machtige schaduw. Ik dacht dat je zou zeggen de machtige schoot van mijn vader. Ja. Maar, en dat is mijn moeder. Dat is de echte. Ik ben begonnen, wat ik heel kort wil zeggen, bij Heerenleed op het toneel als grimeur van Johnny van Doorn. Ja. Dus ik heb die zinnen ook allemaal langs horen komen. Maar voor mij begint theater, maar ook schrijven, echt met zinnen, met dialoog. En ik zie het ook wel voor me. En het is waar wat je zegt, dat proza schrijvers vaak slechte theaterschrijvers zijn, omdat ze het medium niet kennen. Oh ja, daarom vertel ik over Heerenleed. Ik heb toen het vak zeg maar van binnenuit leren kennen, langs al die schouwburgen, flesjes bier neerzetten voor Johnny van Doorn, achter het bed waar hij als bediende verstopt zat. Ja. En die hele magie van het theater. En dat probeer ik wel in die verhalen ook in te voeren. Ja. Ik vind daarom korte verhalen heeft voor mij meer met scènes te maken, meer met... En zo'n dikke roman, zeg maar, weet je, Thomas Rozenboom-achtig. Ja, dat is niets voor jou. Dat trek ik niet. Dan moet ik elke dag, dan moet ik helemaal een heel lang plan hebben. En dan vind ik dat razend knap, maar... Ja, en ik vind deze, ik heb gelezen en ik vind er telkens ook een zin in om te zoenen. En ik wou eigenlijk ook dat je even eentje wou voorlezen. In het rad. Rad. Ja, maar het is een D hoor, mensen. Rad. We staan net stil als het me eindelijk vertelt. Eerst kan ik mijn oren niet geloven. Dan ga ik tegen haar in. Fel, met alle energie die ik in me heb. En ik zeg je verdomme dat je bij me moet blijven. Ik ben klaar met je, Axel. Het is op. Hoezo op? We kunnen nog jaren door. We zijn nog maar net begonnen. Er zijn nog zoveel plekken die ik met jou wil bezoeken. Nog zoveel dingen die ik met jou wil meemaken. Ze zucht. Ze lijkt mijn woorden niet te willen verstaan. De urgentie niet te horen achter wat ik zeg. Verveeld staart ze naar de mensen beneden. De poppetjes hand in hand met andere poppetjes. De poppetjes in karretjes, bij gokkasten, bij snoepkramen. Al het lawaai lijkt ver weg nu. Tot hier is je streep. Ja, dat is Gaat het toch door? Ja, dat weet ik. Maar ik ben klaar met je, Axel. Het is op. Nou, dan ben ik helemaal vol met zo'n zin. Want jij hebt ook iets bijzonders met namen. Er komen ontzettend veel leuke namen in. Bij Axel denk ik aan die opera van Harry Mulisch en Herbert de Leeuw. Naar het boek van Villiers de Lille-Adam. Reconstructie, nee. Nee, het is een opera in een hoog festival geweest later in het Schouwburg. Maar Axel, maar dat zijn zulke nummers. Ik ben klaar met je Axel. Dan denk ik ook wel aan een bepaald milieu. En dan hoor ik ook wel de intonatie van het meisje. Ja. En dat heb je ook op, misschien even op de namen. In dat toneelverhaal, daar komt een Egbert Werkman in voor. Nou, Egbert, dan denk ik misschien Egbert van Padidon of zo. Van Hees en Werkman, nou ja, dan denken we natuurlijk allemaal aan de beeldende kunst. Maar namen is wel linkersoep, want ik heb ook een... Het is niet mijn eerste boek, een ander boek is Buigen, dat gaat over het theater. En de hoofdpersoon is een combinatie van allerlei acteurs die ik ken. En die man had ik dacht, oh, ik heb een mooie naam, kom me nu, schiet me te binnen als bij Toverslag. Ja. Die heb ik Richard Bron genoemd. En toen ben ik 2 jaar na verschijnen van het boek gebeld door een technicus. En die zei, waarom heb je hoofdpersoon naar mij genoemd? Ja. En ik kende die man, Richard Bron. Dus het is wel link. Het is wel link, maar je hebt ook even iemand, ik geloof het vader en zoon verhaal. Je heette zo'n Wieland. En Wieland ken ik alleen van Wagner, hè? Wieland Wagner. Dat vind ik ook, dan komt er bij mij een heel van die ouders, waarom noemen ze die zoon Wieland? En dan geven ze hem toch al iets van hem, ik hoop dat hij, enzovoort. Nou ja, nomen est omen, of weet dat? Ik natuurlijk. Heb natuurlijk geen gymnasium gedaan, jammer genoeg. Nee, maar dat vind ik ontzettend leuk. Je kan het helemaal, al die verhalen lezen. Ook eens een keer zet ik hier op namen en wat voor betekenis dat zou hebben. Ja, wij hebben onze zoon, die is nu 22, Django genoemd, naar Django Reinhardt. En hij is gitarist in een band. Nou, dat heb je al. Maar ook
vind ik, je schetst in deze verhalen altijd weer een nieuwe scène. Altijd is het anders. En je kunt natuurlijk ook die incidenten die er telkens in voor zijn. Hè? Een man die zit in zijn werk en die heeft kennelijk gefraudeerd. En er komt, de baas komt hem halen en dan krijgt het in 3 bladzijden krankzinnig heftig en gewelddadige afloop. En ik vind dat je zo'n geweldig korte baan schaatser bent ook. Want het is echt 100 meter lopen. Is dat ook voor jou een bepaalde spanning naar het eind toe? Of heb je de print al in je hoofd als je begint te schrijven? Nee, niet altijd. Vaak niet. Dus ik ben er ook wel achter gekomen door deze verhalenbundel dat ik het een heel prettig format vind. Of hoe je dat ook moet zeggen. En ook mijn novelle, dus Buigen en Een Gelukkige Jeugd, dat was mijn eerste boek. Ja. Want ik dacht, ik heb een probleem, ik heb een gelukkige jeugd gehad, wat moet ik schrijven? Dat zijn toch vaak korte hoofdstukjes gehaald. En dat is inderdaad bij die indeling in scènes en in monoloog, dialoog. Ik hou er echt van dat het ingedeeld is. Ik weet, oh ja, ik schrijf hier naartoe. En ik schrijf ook heel, ik ben niet zo'n geduldig iemand, dus ik schrijf heel vanuit drift. Dus als ik aan het schrijven ben, dan schrijf ik en dan ben ik moe. Dan ga ik bijvoorbeeld op de bank liggen of even lopen als ik het op kan brengen. En dan is het weer klaar. Dus daarom, de mensen zoals, ik denk ook, ATH van der Heijden, die echt kunnen zitten, die een dagprogramma hebben. Ja, bij mij gaat het echt in korte erupties. En dan, dus het is... En schrijf je zo'n heel verhaaltje als dit, als Einem Goes, zo'n kort verhaal? Of zitten er toch wel een paar dagen aan te sleutelen? Nou, er moet toch wel altijd ook wel een omslag in zitten. Er moet inderdaad, en daarna ga ik het herschrijven, ook met mijn redactrice, of laat ik het lied lezen. Mijn vrouw, en dan vraag ik, kan dit? En als ze dan moet lachen, dan ben ik wel blij. Ja. Dat is toch wel een meetbare... Nee, dus je kan het wel als Einem Goes schrijven, zoals het inderdaad zo mooi heet, maar dan, daarna moet er nog wel een hoop reparatiewerk gebeuren. En ook dat ben ik gewend van het toneel, want zo'n gelaagde poes, daar zijn eigenlijk 12 versies van. Dat is voordat de heer Pieter Kramer tevreden is, is dat... Ja, en dat is echt toch een vorm van toegepaste kunst. Meer nog dan dit schrijven. Hier ben je volledig autonoom en bij de gelaagde poes, dan zijn de beperkingen van het budget en van het aantal rollen en van de... Van het begrip van het publiek en voor kinderen en zo. Er zijn zoveel. Maar dat vind ik juist allemaal leuke dingen. En ook dat er een deadline is en dat er mensen op zitten te wachten. En dan heb je zo'n eerste lezing waar je. Ja, dat is eigenlijk wel. Bij een boek moet je toch denken. Dus nu, ik zit nu al een paar jaar bij Querido, de uitgeverij. En er zijn dan elk jaar zijn er een soort borrels. En dan mag je meeloten om een reis te winnen als je een boek hebt gepubliceerd. Ja. En ik had al die jaren geen boek uit. Ik schaamde me rot als ik daar. Ja, dat was zo'n. Andere schrijvers, ik heb dit en dit uit en ik schrijf nog niks. Ja. Dus ik heb nu die verhalenbundel, dat is me gelukt. Dat kan ik niet lopen. Ik vind nou weer de vraag. Ik weet absoluut niet meer wat de vraag was. Maar ik weet wel wat ik ook zo leuk vind. Het is een vader-zoon verhaal. Dan is de vader aan het woord, dan de zoon. Maar het is niet helemaal, er staat wel mijn zoon en enkel in mijn vader. Maar je moet ook ontzettend scherp in de gaten houden of de vader aan de zoon... Want ook als de vader schrijft, dan wordt de zoon geciteerd. En dan denk je, is de zoon aan het woord? Nee, de zoon is aan het woord geciteerd door de vader. En de vader is aan het woord door geciteerd door de zoon. Dus dat geeft jou, dat kan jij als schrijver ook nog weer een bepaalde selectie in het sturing... Ja. En de stilering aanbrengen door die wisselingen. Dat zit zo virtuoos in elkaar. Ik heb dat gewoon, niet omdat ik het niet begreep, maar omdat ik er nog een keer wel van genieten en wat bewuster. 2 keer gelezen en toen heb ik op laatst heb ik er nog V en Z, vader en zoon voor gezegd. Dacht, nou had ik er misschien nog meer. Nou ja, dat verhaal is... Zou je de druk doen? Voor ja. Maar het is een van de langere verhalen. Ik bedoel... Die verhalen hebben zoveel veerkracht. Dit is niet een vraag die ik stel, maar dat ik dat voor meer een stelling van mij. Dat je daar zulke dingen mee kan doen. Ja. En dat betekent dat, waar komen die verhalen vandaan? Is het observatie? Maak je aantekeningen of zo?
Ze komen vanuit verschillende bronnen. Sommige komen uit mijn hoofd. Bijvoorbeeld het verhaal de onaanwezige. Dat vinden de meeste mensen vinden daar niet zoveel aan. Want het gaat over mensen die je meteen vergeet. Dus dat zijn perfecte moordenaars. Dat vond ik zelf namelijk ook erg van. Bedoel je de onaanwezige verhaal? Ja, dat is ook fantastisch. Dat is. Maar dat is een wat absurde verhaal, maar ik heb ook bijvoorbeeld in zijn vak... Ja, maar laten we even daar... Daar is het gewoon onze wereld waarin wij allemaal tevreden zijn. Maar er is ook een parallelle wereld. En ik ben een oude rozenkruiser. En de rozenkruisers geloven in de spiegelsfeer. Dus een wereld die deze wereld doordringt, deze maar een ander trilling. Dat geloof ik ook in. Maar bij hem is die onderwereld, die parallelle wereld, heel slecht. Die mensen slijpen messen en die moorden en steken en zijn dan weer weg. Laten helemaal geen sporen na, want ze zijn er niet. Als hun gezichten zijn helemaal plat als eieren, nauwelijks enige tekeningen. Dus tekeningen, reconstructietekeningen, hoe je dat tekenen? Ja, dat zo heet. Die bestaan er helemaal niet meer. Maar ze vergeten ook zelf wie ze zijn en dat is natuurlijk... Lastig binnen, maar dat verhaal duurt ook maar heel kort. En dan eten ze eigenlijk hun eigen bol op als ze vergeten wie ze zijn. Ja, maar dat is de spiegelsfeer, zeg je. Ja, dat vind ik dan meteen. Ik ben heel erg opgegroeid met Paul Beagle en dat soort. En de vloek van Woestenbolf, dat er altijd werelden zijn en ook Through the Looking Glass. Ja, en altijd in een andere realiteit komen. En ik geloof er wel in en ik hou er zeker in verhalen heel erg van. Het is voor mij niet altijd het broodje kaas en we gaan weer naar het werk. Maar hoe kom je nou bijvoorbeeld op de vliegtuigspotters? En dan is ongeveer de zesde zin dat iemand denkt, gaat het jou nooit vervelen? Ja, dan ben ik ook alweer binnen een tijd. Nou ja, dat is trouwens een omschrijving van teken. Het scenario kan ik prima tot een verhaal bewerken. Ja. Goed. En ik zag in de Vrij Nederland, volgens mij in de Vrij Nederland, zo'n mooie foto's van al die mensen die dan naar vliegtuigen kijken. En zo'n klein wereldje is natuurlijk heel geschikt voor een verhaal. Ja. En ik heb vliegangst, dus dat vind ik vanaf twee kanten. Dat zit er ook een verhaal over in de grondhaas. De grondangst, ja, heet het. En de grondhaas. Daar gaat iemand in therapie ervoor, hè? Ja, dat ben ik dan. In dit geval, de meeste verhalen zijn niet biografisch of autobiografisch. Maar ik heb ooit van mijn ouders, dus de machtige schoot of de machtige schaduw, heb ik een cursus gekregen tegen vliegangst bij Valk in Leiden. Want mijn hele gezin wilde naar New York en ik zou dan niet mee durven en dat wilde ik niet. Nee. Dus toen ben ik daaraan geholpen of behandeld. Zoals ja. Ja. Nu vlieg ik wel. Ja. Het gaat best goed. Maar vroeger vulde ik mijn agenda niet meer in als ik wist dat ik ging vliegen. Dus ik dacht, ja, dat heeft geen zin, dan ben ik niet dood. Ja. En ik zat helemaal zo en nu weet ik wat de geluiden zijn. Ja. En daarin zijn er echte risico's voor het beschreven. Je voelt juist als een blinddoek kind in een bolderkar. Ja. Ook zo'n mooie zin. Een blinddoek kind in een bolderkar. Ja, dat is ook iets van alles afgesneden en van God los. Ja. Maar ja, angsten en verlangens kun je gewoon heel goed inzetten voor verhalen. Althans, dat doe ik graag. Ja. Je hebt heel leuke tekeningen gemaakt. Oh ja, van Don. Ja, vleugeltjes ook. Maar ja, dat is als ik niet tot werken kom. Nog even over de onaanwezige, die heet de schijngestalten die je vakkundig kunnen doden. Of dat zijn telkens, als u dat leest, ik denk dat u dat ook gaat merken, dat u zoveel zinnen. Als een visstik in het vriesvak, vind ik ook zo mooi. Ja, een keer. Maar dat komt, Karel, als je even mag onderbreken, als je dat... Maar in ieder geval, dat komt omdat je
voor toneel ben je dus gewend dat elke zin uitgesproken wordt. Ja. Dat ontbreekt er bij proza-schrijvers vaak aan. Als je die voorleest, ik denk weer niet korte verhalen-schrijvers, want als je Maartje Wortel of Sanneke van Assel hoort voorlezen, ja. Dan, dat is allemaal gestileerd in het werk. Maar in een lange roman, dan hoeft dat niet allemaal goed te klinken. Maar ik ben het wel gewend, want als het niet klinkt, is het gewoon op toneel niks. Dat weet jij ook. Ja. Cellist ben je toch ook? Ja, cellist. Dan doen ze het helemaal zonder woorden. Ja. Nee, maar het is ook zo dat, duidelijk zeggen, in een roman wordt ook de subtekst vaak geschreven. Het is natuurlijk nu ook leuker als die in de tekst nog zit, dat die blijft zitten, dat de lezer hem eruit kan halen. Want de lezer zegt, ja, hij zegt dit wel, maar hij bedoelt dat niet. En hij staat te liegen. Maar meestal staat er nog bij en hij kreeg een kleur omdat hij gelogen had. Ja. En dat is natuurlijk dodelijk in een toneelstuk. En dat, in die vuik zal jij niet lopen, nee. Maar ja, ik vond ook, er zitten ook zoveel verhalen in van losers. Je bent ook erg geïnteresseerd volgens mij in mensen aan de onderkant. Zoveel zwerven, zoveel armenhebbische. Heb jij armoedeangst gehad? Nee. Want, ik heb altijd vanaf mijn studie, gewoon als ik geen geld had, dacht ik, ga ik bij Parool werken of iets anders doen. Nee, maar ik ben wel daardoor gefascineerd op een hopelijk gezonde manier. Ik had deze zwerver in Zeeland gezien bij de Action in Goes. Ja. En vooral hoe de mensen om mij heen reageerden. Deze zwerver, wil je even uitleggen? Deze zwerver is de zwerver in een verhaal, even kijken, dat heet... even kijken, hoe heet die man? Nou, hoe zou het heten? Geen afdeling. Nou, het is in ieder geval een verhaal. Ik wil dat niet lezen. Oh ja, Live Life to the Max. En hij heeft... Hij heet Jacob. Ik kan het begin voorlezen. Ja, heel graag. Ja. Begin met een vloekwoord. Verdomme. Jacob gleed als een natte vis uit zijn gemotoriseerde rolstoel. Hij was de Action ingegaan voor wat Tubus Prodent en wat Ex Aftershave. De mensen hadden naar hem gekeken. Zijn stevige bovenlijf, zijn smalle benen en de zweren op zijn onderarmen. Zweren die hij weigerde te verbergen. Wat kon hij eraan doen dat hij ziek was? Laat ze naar zichzelf kijken, verdomde bemoeials. Laat ze kijken hoe ze het zelf vinden, als hun spieren het laten afweten. Als ze hun pis en hun scheid niet meer kunnen ophouden. Als ze nog geen vier stappen kunnen zetten zonder in ademnood te raken. Hij was vlak voor de deur van de stuntsuper uit zijn rolstoel gestapt, omdat hij anders niet door de deur zou passen. Als hij zich om de paar passen aan een schap vasthield, zou hij het wel redden. Oh, dus hij kan wel lopen, hoorde hij achter zich niet om een vraag. En daarna begint de lelijke uitdrukkingen te... Die ik dan weer van Frans Strijhard zeg. Maar ik identificeer me eerder dan met die man en hoe iedereen naar hem kijkt. En ook wel het feit dat toen die man opstond, dat ik zelf ook wel dacht, hè? Op de aanrijding, dat ding. Ja. En nu jump je eruit. Alle voorrichten. Ja, en dan. Ja. Maar, dus het schrijft ook wel prettig, want je kan natuurlijk wel over een hele succesvolle zakenman een verhaal schrijven. Dat hij valt, of zoals, hoe heet het? Nou, Tom Wolfe heeft zo'n Bonfire of the Vanities. Maar dan heb je ook wel wat ruimte nodig om te laten zien hoe iemand eerst heel machtig en rijk is en dan van die toren afvalt. Maar ik begin meteen al na het geval. Ja. En, er komen ook heel veel oversexte oudere vrouwen in voor. Ik weet ook niet hoe dat komt. Ja, dat belangstelling. Dat is misschien mijn alter ego. Je bent een goed gezelschap van Rembrandt. Die prachtige tekening die er op de opening houdt van die naakte vrouw. Die oudere vrouw in dat heel erg mooi. Stevige dames, toch? Ja, stevige dames. Plassend ook en zo. Ja. Rembrandt, Rubens. Ja. Ja, maar ja, precies. Maar ja, je schrijft ook heel erg vrijmoedig, want weet je nog niet, dat, toen je dat las van dat gondeltje, dat die jongen zegt, toen wij in het Rad van Fortuin zaten, in het bovenste, ik had je toch eerlijk kunnen vingeren, toen we in het bovenste schuitje waren. Ja, het is een beetje. Ja, ik heb me voorgenomen om me niet in te houden.
bij deze bundel om alles op te schrijven wat ik wilde. En dat werd door Thierry ook, daar heb je hem weer, omschreven als fors taal gebruikt. Ja, ja. Een heel mooi boek, maar wel je hebt wel nee, maar ik vind het leuk dat je daar echt op grenzen heen gaat. Echt op het randje. Ja. Vind ik zeker voor zo'n keurige uitgeverij, denk ik. Ja, maar dat is toch ook deel van het leven. Tuurlijk. Ja, wij zaten, wie zei dat nou ook weer niet? Mijn pis en mijn scheid, wie was dat ook weer? Ermelo. Oh ja, dat was een vrouw toch? Die zei, ik heb gerommel in mijn darm, ik heb last van mijn pis en mijn scheid. Ja, dan denk ik, gouden zinnen. Dat is toch mooi? Dat heeft ook een soort poëzie in zich. Ja. Mijn pis en mijn scheid, als je dat mooie lettertype opschrijft. Ja. En ook zo'n zin als... en van het leven, mijn leven was verworden tot een soort roltrap naar de dood. Ja, een roltrap naar de muziek, hè? Sterker nog, ja. Maar dat is weer gebaseerd ook op een man in Zeeland, want we hebben een huisje waar we soms zijn. Die heet Oom Wim, een oom van mijn vrouw. Dat is een oude scharrelende man die altijd langs het water loopt. En ja. Die heeft zijn keer, liet een keer betrapt toen hij wilde plassen in de achtertuin. Oh ja. En, maar die man heeft zelf het boek gelezen, dus dat was een beetje... Ik zat te schrijven in het huisje, toen klopte hij opeens aan. Ik zei, hallo oom Wim, ik deed open. En toen zei hij, ja, ik heb het verhaal gelezen, in het Zeeuws dan, over mijn oude mannetje dat aan het plassen was. Mooi. Zei hij, vond hij mooi. Sindsdien begint hij. Hoewel ik met het verhaal het wel bijzonder vond, dat die man die was al helemaal de aanstap tot de plas en toen deed hij het niet omdat het meisje eraan kwam. Ja. Wat is er toen met zijn. Nou ja, je kan hem toch weer inzuigen. Ja. Dat is techniek die je niet meer. Wat is er Deze man, deze oom Wim, gaat zich dus nu gedragen als het personage uit het verhaal. Oei. Want hij is echt oud, als hij langs loopt, dat doet hij nu met zijn wandelstok zijn ogen. En elke keer zegt hij iets opmerkelijks. Hij komt aanwaaien met de wind. En dan denk ja. Hij, dus hij wil eigenlijk niet te droog aan. Is dat verhaal van die rolstoel ook dat er al die kerstmuzak door de loudspeakers... Hey, kerstmuzak, dat vind ik ook zo'n woord. Wat, omdat in één woord, dus twee haatdingen bij mij, tot één kerstbal. Ja, dat is daar, denk ik. Ja. 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 Ah, ja, niet van kerstmis. Nee, ik vind kerstmis vreselijk, ja. Nee, dat is in dat geval. Is op zich ben ik misschien atypisch, maar ja, dat is ook een coming out. Ja. Maar nog even de ideeënfabrikage. Heb jij ook dat je in je met jezelf beschrijft ergens in je modestie in een boekje ideeën opschrijft voor zo'n soort verhalen? Of komt het pas als je gaat zitten? Ik schrijf liever meteen het verhaal zelf dan. Ja. En niet om aan. Ja, maar als het in de tram komt, kan je toch niet gaan schrijven? Dat... Ja, dan zet ik het even in mijn telefoon. Ah ja. Naast mijn Tinder? Nee, dat heb ik niet. Ja. Maar nee, anders zou ik het zeker proberen. Dat zou ik wel dus. Heb je... Nee, maar we daar niet op dat terrein begeven. Nee. Nee, ik vind het fijn om meteen een idee uit te werken. En wij hebben gelogeerd in Spanje bij een schrijver die dan heel lang over dingen doet. En ik zat aan het zwemmen, want ik wist dat ik nog een aantal woorden moest hebben om tot een bundel te komen. Ja. Dus dat ik het idee was gaan schrijven en hij zei, wat heb je gedaan? Ik zei een verhaal geschreven. Toen werd hij bijna razend van, hoe kan dat? Ja, ja. Maar ja, dat is denk ik hoe je in elkaar zit. De een moet lang nadenken. Ja. He, de mensen die tegen de eerste zin aanhikken en die daar eigenlijk... dagen over kunnen doen. En je hebt mensen zoals ik die niet eerst nadenken en wel schrijven. En dan eens kijken, oh ja, de eerste zin kan er ook wel weer af. Maar ja, nou ja, ik kan me voorstellen dat je wel gebeiteld hebt, want het zijn allemaal prachtige zinnen en ja. En dat probeer ik met mijn schrijfstudent in Utrecht ook te leren. Je kan beter wel al beginnen en dan gaan bijtelen in plaats van meteen te bijtelen. Ja. Maar sommige mensen hebben nou eenmaal dat schrijfproces en dan... Ja. Ja, dan is het heel lastig. Nou, ik heb ooit op de schrijversvakschool gaf ik les aan een groep en er was één meisje, ik gaf een toneel en die kwam maar niet op. En die schreef hele, ja, nou ja, en die schreef hele korte, dus ik zei elke keer, kan je iets meer dan één of twee zinnen schrijven, want ik weet niet wat ik hierover moet zeggen. Dus ik dacht, nou, als iemand uit deze klas het niet redt, is zij het. En dat meisje is nu dichteres, heet Kira Wuik of Wiek en is heel succesvol, schrijft prachtige dingen, dus ik had dat helemaal verkeerd gezien.
Omdat ik gewoon, wat zij deed, ik herkende dat niet als... Ik dacht, zij heeft een probleem, het is te kort. Het is, het, en dat, dat zijn prachtige gedichten nu. Maar zij had al meteen de hele selectie die een mens kan toepassen, toegepast. Nou ja, ze zou geen, denk ik, niet snel een toneelschrijver kunnen zijn, omdat je, dan moet je wel gewoon productie draaien. Maar Fins Meisje heeft volgens mij haar debuut. Het is fascinerend dat je ziet dat iedereen anders werkt. Dus dan kan je wel tegen zo iemand zeggen, zij heeft veel, doe goed. En, maar dat is ook niet altijd waar. Dit even als didactisch. Ja. Heel belangrijk. Kijk hoe vet. Ik wou nog vragen, staan er bij jou andere literaire producten of op de te wachten? Of, ik ben nu aan een filmscript bezig, wat ik van het Filmfonds mag schrijven. Het gaat ook weer over oude dames. Het gaat goed. Ik ben vooral nu veel... Heb je dan al een regisseur voor de film? Of nee, dat is voor wel... een grote scenario. Ja, dat is wel heel bijzonder in Nederland. Daar ben ik ook wel dankbaar voor. Zij geven per jaar 2 of 3 mensen geld om een scenario te schrijven. Wat traditioneel eigenlijk het lastigste onderdeel van een film is, maar ook het goedkoopste. Dus ze investeren aan de voorkant, of hoe heet dat, om een betere... En ik mag dan, als ik dat scenario af heb, mag ik zelf daarmee de boer op. Dus dat is goed. Ja, Simia's soep of zo. Ja, en van het boek mag ik nu even uitrusten, vind ik. Dus een nieuw boek, dat ga ik dan volgend jaar misschien doen. Ja. Eerst nog even op dieet, want dat moet ook nog gebeuren. Maar ja, met het schrijven, stijven, eten, nog meer stijven en eten. Ja. Ik wil even vragen, zijn er misschien nog vragen, mensen die vragen aan Don willen stellen? Ja? Ik wil wat vragen. Kort verhaal in Nederland is niet zo populair. Het is in Amerika en Engeland veel populairder. Heb je daar ook, doe jij inspiratie op of lees jij geen korte verhalen? Jawel, ja, allerlei verhalen van Paul Auster bijvoorbeeld vind ik een hele goede schrijver, maar ook Neil Gaiman, dat is meer fantasiegericht. Maar er is wel iets aan het veranderen, onder andere door zo iemand als Sanneke van Hassel. En dus, volgens mij begint nu ook de week van het korte verhaal, zelfs nu. Dus ze zijn heel erg in de mode, dus je kunt er nu gelijk mee beginnen door te lezen. Nee, maar het is inderdaad, het was lange tijd was het hier niet zo en vogue, maar er zijn ook veel echt goede ook jonge schrijvers die dat nu doen. En ik vind het dus heel prettig om te doen. Het is wel lastig bijvoorbeeld om recensies te krijgen, merk ik. Het is toch eerder dat romans worden besproken, tenminste, dat ligt ook aan het schrijven. Maar je hebt nog niet veel kritiek gehad op jou? Van Elsbeth Etty, die wordt genoemd in het vorige gesprek. En toen ik daar de eerste helft van afgeknipt had, bleef een hele lovende quote over. En dat hebben we op een Facebook gezet. Is er nog een vraag onder u? Ja, wat heb je met oudere vrouwen? Vind ik mooi. Eens. Mooi. Soms is een kort antwoord. De hele band wordt is maar te grillen. De hele volgende broer. Ja. Waar begint die titel naar een verhaal? Dat vind ik wel een goede vraag. Je hebt altijd een redactrice. Ik heb een hele goede, Josje Kramer van Querido. En ik wilde de bundel noemen Jimmy's Lul. Want dat is een van de verhalen en dat gaat over Jimi Hendrix. Dat vond ze toch een minder goed idee. Bovendien, wat moet je op de cover zetten dan? En toen werd het lelijkste meisje van de klas, wat ook hetgeen ook een liedje van Willeke Alberti is. Ja. Achteraf gezien, ik ben er nu wel blij mee, maar het had ook, je kan ook een autonome titel nemen die los van de verhalen staat. Maar ik denk dat. Ik weet niet of dat vaak gebeurt. Nee, maar het wordt er altijd naar één verhaal. Dat is wel erg gebruikt. Niet altijd, want de winnaar nu van de Biesheuvelprijs, die ik ook graag had gewonnen, dat heet een gezellige verhalen van Marente de Moor. En er zal niet een verhaal gezellige verhalen hebben. Dus dat kan ook nog. Maar nog even over Jimmy's Lul. Is dat gebaseerd op er wordt een kalk, een afdruk gemaakt van het geslacht van Jimmy. En dan gaat die
die dat rubber zijn, ze zijn de vaseline vergeten. Ja, en dan krijgen ze worden daar bijna gecastreerd. Ja. Is dat een historisch iets? Ja. Ja? Ja, ze heetten de Castor Plasters, dat waren groupies. En die, Jimmy was de eerste. Zij waren, zij wilden een aantal replica creëren voor welk doel dan ook. Ja. Piemel en muizen van de artiesten. Ja. En in theater is dat nooit gebeurd, geloof ik. Nee. Nee, goed, maar dat was ook, dat was als titel gewoon een beetje, ja, dat is niet leuk. Is er nog meer, nog, ja, ik heb nog meer vragen? Ja, ik heb al zo'n andere vraag. Ik neem aan dat een boek als dit, dat het verhalen zijn die uit jou zelf komen en die je helemaal maakt voor jezelf. Maar op het moment dat je voor theater schrijft, schrijf je dan voor bepaalde gezelschappen of bepaalde acteurs die je al ziet spelen in een Woofside Story of een Zorro of... Ja, nou ja, die heb ik ook allebei geschreven, maar dat is inderdaad... Waarom? Ja, nee, ik weet bij, bijvoorbeeld bij de Gelaarsde Poes wist ik dat Arjan Ederveen in een dubbelrol James Blond zou spelen. Ja. En ja, dan kan je daarop schrijven. Bovendien verzint hij daar dan ook heel veel bij. Ja. Maar het is heel fijn om te weten voor wie je schrijft en ook voor welke regisseur. En dat is inderdaad bij het schrijven van een boek iets abstracter. Maar eigenlijk denk ik dan ook wel aan het publiek, denk ik. Mm-hmm. Ik zit niet alleen maar op mezelf te kicken. Oh, te gek. Ik hoop dan wel dat mensen die het lezen ook... Ja. Nou, zo ben ik toch wel ingesteld na al die tijd in het ja, maar daarom zijn je verhalen ook zo situationeel. Dat je meteen de situatie voor je ziet. Je ziet meteen een kerstverlichting of een supermarkt of een locatie. Hoe noemen ze dat nou bij handvaardigheidsles? Dat sommige kunst, dat is dan meteen, dat had als een naam. Dat je meteen iets mee wilde of je wilde meteen weten. Of een beeld, als je bijvoorbeeld iemand bij zijn baas komt en bij zijn baas hangt dan een foto van die mannen op die balk in New York, hè, die allemaal zo heel hoog boven de aarde gewoon een kadetje willen eten. Ja. En dan ga jij ook nog met die foto aan de haal. Hè. Ja. Je laat dus die man in zijn fantasie een van die mannen eraf duwen. En dat is dan die baas die dan even 80 meter naar beneden duwt. Die foto hangt ook bij mijn tandarts, dus dat is ook... Je moet een beetje plukken uit dingen die je... Ja, ik werk met een kussentje met die foto erop. Ja? Ja. Maar hoe bedoel je, ik werk met dit kussentje? Nou, dat heb ik ergens op een stoel liggen in Italië. Ja. En dan zit je op dat kussentje? Ja, dan kan je dus op die balk zitten. Dan voel je toch een beetje het gevaar. Ja. Zijn er nog meer prangende vragen? Anders gaan we tot een afsluiting komen van dit gesprek. Don, dan ga ik je nu hartelijk bedanken voor je open en vrijmoedige en vrolijke manier van het beantwoorden van de vele vragen die ik heb. En ik ga jou, maar ook in Londen, vragen of ze even naar voren wil komen. Want jullie krijgen alle twee een heel bijzonder cadeau. En dat is een bord, dat is gemaakt, dat zijn allemaal unica. Door Patty Schrijver. Schilder. Schilder, ja, dat zei ik. Patty, dit is voor jou. Maar dit is voor Elisabeth. Dit dan neerzet, moet je een constructie bij. Mag je nog een tafel neerzetten gewoon? En je kunt hem ook bepalen wat je wilt gebruiken. Maar kan er toch geen gaatje in maken? Nee, dat zijn ook geen dingen. Nee, maar ik ga het niet neerleggen. Ik vind het echt heel mooi. Ja. Dames en heren, er is nog possibility voor signering van het werk van Don Duins. Ja, dat ik weet het. Dat weet ik niet. Dus zoals je zegt, nu, ik heb een
functie nemen. Maar het is nu dus ook met veel dank aan Peter Pot en onze vriend Karel Alverdraaien. Ja. 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 Ja.